winkel. We hebben thuis de wagen neer. Vijf maanden komen de tassen. De vuil pakken. En deze moeder verpakken. Jo. Het is een goede avond, man. Het is niet gelukt om vanochtend of morgen, maar vanochtend volg ik gewoon weer. Elke week is een nieuwe week, toch? Van maandag. Even kijken. Ik ben van mijn 20. Ik heb wel zin in. Ik ga zo meteen lekker met je vriendin samen op de kamer. En we gaan zo'n chocolade drinken. En het is nu bijna 20 uur, mooie tijd. En we gaan zo'n chocolade drinken. Dan een leuke avond te maken. Ik heb vandaag gered op de bond op de zorgerij. En dan kun je zo een hele fijne avond verder. En veel plezier te kijken in deze weekvlog. Vergeet niet te abonneren op het kanaal. Doe het blijven doen of je het leuk vindt. Heel veel kijkplezier, geniet ervan. En er komen vlogs met vriendinnen aan, sowieso. Dat komt goed allemaal. Jojo, doei doei. Dus ik heb lekker gewerkt. Het is nu bijna 12 uur. Dus een hele heftige gebeurtenis gebeurt. Dat vertel ik jullie straks. Ik ga even koffie zetten, koffie drinken en even rustig worden. Even lekker lunchen. Ik heb zo gesprek met een psycholoog. Ik ga zo gerecht als alles zijn ze nog wel gooien. Moet ook gebeuren. Ik zie het best wel moe. Dan moet snel uit. Dus het is gewoon heel gebeurd. Dus mijn vriendin gaat goed. Het is nog steeds aan. En ik ga vanavond met haar chillen en lekker schoon doen. Lekker bijkomen. Ze is even lekker weg vanmiddag. Even lekker thuis zichzelf bij iemand. Ook helemaal prima. En ik ga even lekker, lekker lunchen. Ik zie je straks. Lekker tosti. Oh, tosti met kaas en saus. Lekker man. We gaan even lekker opeten. De chocolademelk is al bijna op. Helemaal top. Hele goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom terug bij deze nieuwe week toch. Kijk, een beetje boos. De zon schijnt erg hard. Ik heb een stoere winterjas aangedaan. Van de tijd dat ik die aangehad heb. En ik heb er zin in. Ik zou afvragen, hey, waarom vroegen ze weg met je vriendin? Ik zal het kort uitleggen. We hebben natuurlijk nog steeds een relatie. Er is veel gebeurd in de laatste tijd. Ik wil zeggen dat we hebben een prima andere relatie. Dat is wel best goed, ook met de groep. We hebben het heel goed met elkaar. Vaak fusie. Maar kom meestal wel goed. En ik merk wel dat ik dat ze niet dat ze niet zoveel vloggen en dat ze weer kort vloggen. Als het goed is gaan we deze week een keer vloggen, dat zou leuk zijn. We hebben sowieso vrijdag een video opgenomen met haar en Maartje en mij samen, dat zou leuk. En natuurlijk challenge video met Roan, dat is ook super leuk. Dus dat soort dingen komen er wel aan. Sowieso komen er sowieso video's met haar aan. Het heeft allemaal tijd nodig als het druk is. En ik ben ook druk met werk natuurlijk. Maar dat zijn stomme excuses. Kijk, natuurlijk zijn we druk. Natuurlijk hebben we allemaal onze eigen problemen, onze eigen zorgen. Maar ik moet mijn tijd maken voor het vloggen. En dat doe ik voor allemaal jongens. Ik vlog graag. Jullie weten hoe graag ik vlog. Ik maak graag video's. En ik vind het leuk om te vloggen. Het is leuk om te doen. En lekker een overzicht maken. En ik wil gewoon nog maar even zeggen. Ik heb laatst weer weinig buiten gevlogd. En sorry als ik dat deed. Sorry als ik een beetje weinig gevlogd naar buiten. Dat was niet de bedoeling. Maar dat terzijde. Weet je, soms hebben we gewoon eens behoefte om even naar buiten te gaan, om frisse lucht te halen. En lopen is heel goed voor mensen, dat weet je ook. Ik ga nu een stuk lopen, ik ga normaal gaan in het bos zijn om terug te wandelen. Daar heb ik geen zin in, ik ga het park in. Ik ga dingen vertellen over het gesprek hebben van een psycholoog, ga ik je dingen over vertellen. Dus ik ben blij omhoog, als je ook deze week van leuk vindt, vergeet niet te abonneren op het kanaal en heel veel kijkplezier. Het is vandaag dinsdag 10 november 2020. We hebben goed komen staan, maar we konden een vrachtwagen langs rijden. Heel druk hier. Goed kijken waar ik loop. We staan te strijden, jongen. Ik weet niet eens wat het is. Hij kwam mooi goed, mooi nightshirtje aan. Hey. Hij is er net zo lang en zo is het groen. Het is een mooi stukje lopen. Hij is er lang, jongens. Zo, ik net eens. Kunt u langs? Ja? Mooi zo. Mooi hondje heeft u mevrouw. We gaan meteen. Goed jongens. Hoi. Ik ben misschien vrolijk vandaag. Ja, ben je uit. Dit is de Noordwest. Park. Wordt hier aangebouwd volgens mij. Baggerwerkzaamheden geloof ik. Veel gebeuren. Ik voel me niet zo heel fit trouwens. Dat ik wel zou tosten te eten. En brood eten. Koffie op en zo. En ja, mijn opa had corona gehad voor duidelijkheid. Ik ben buis geweest, dat is niet zo handig. Maar zulke dingen horen gewoon bij, weet je wel. Dat is wel interessant, dat het gewoon bij hoort.
wil toch een paar dingen vertellen. Ik kan niet een sportspel. Ik kan niet voetballen. Ik kan niet naar de stad toe. Niet naar het centrum of andere dingen. Ik moet dus vrolijk. Volledig naar werken tot de kerst. De kerst kan ze gaan luisteren. Ik heb mijn familie, ik vind hem helaas niet mee, is jammer. Zou ik ook wel, ze moeten vroegen. En nou, heeft een bepaalde reden. Ik niet vertellen. Ik loop nu even in het park. Ik ga even foto's maken van het toeristische gezien zo meteen. We gaan even door met het spreken van psycholoog. Ik heb een gesprek gehad met een psycholoog. Het huiswerk geven voor komende week. Maandag moet je vrijdag over emoties schrijven. Drie dingen op te schrijven ervan. Dat moet gewoon gebeuren. Mensen hebben psycholoog praten over wat er vanochtend is. Want vanmiddag is er niet over vanochtend, alleen vanmiddag. Ik was niet mezelf, het is veel gebeurd. Maar goed. Vooral positief blijven, volhouden en sterk blijven. En de start is heel moeilijk, tegenwoordig. Een vraagje, hoe vind je dat het gewoon gaat? Vind ik het goed vroeg? Doe ik het netjes? Kan ik het goed, kan het beter? Ik ben benieuwd wat je ervan vinden. Dus. En de comments wat je van mijn vlog zit, wat ik graag. Ik ga ondertussen weer even lekker naar de groep van de waterval. Waterval. Ja hoor. Mooie fontein. Ja, fontein. Ik ga even lekker naar de groep toe. Even kamers schoonmaken, stofzuigen. Afwasje doen. Ik heb ook een stukje gaan filmen. Nou, ik heb in ieder geval reacties gehad. Hey, yo, strijders. Vaka, strijders. Godverdomme, ik dacht mis, hé. Kutzooi. Godverdikke me. Ja, kijk, zo grappig mogen gewoon kunnen, weet je. Mogen gewoon kunnen. Maar het gaat echt lekker vandaag. Moeten gewoon kunnen. Van half aan het worden. Voor duidelijkheid, die denken van, hé, je bent eerst buiten lange tijd. Klopt, ik ben even een stukje lopen. Normaal ook samen met zo'n stukje aan het lopen praten we. Maar omdat zij vindt dat wij te snel posten, wil ze weer korter posten. En het is niet handig om nu te posten, snap ik het ook wel. Dus de komende tijd zul je af en toe zorg met haar maar haar en mij zien. En gaan we een leuke tijd maken, weet je. Kijk, het is coronatijd, dus weinig te doen momenteel. En ik zie mensen fietsen aan de overkant. En dat is dan de bus. Dat is tof. Maar voor alle duidelijkheid, ik volg Enzo Knol. Ik ben geïnspireerd door zijn vlogs, hoe positief die is. Hoe leuke vlogs die maakt. En hoe gezellig zijn video's zijn. Dat is wel belangrijk. En voor alle duidelijkheid, ik ken dus nog steeds verkeering. Steeds een relatie. Ik heb heel veel foto's en video's van mij gezien. En ze is nog steeds een vriendin, dus dat is mooi. En ik moet gewoon dingen van haar accepteren. Dat is sowieso belangrijk. Dat is ook privé houden. Maar ik ga natuurlijk ook een keer live deze week. Zou je ook wel leuk vinden. En misschien met haar ga ik ook een keer live. Dat wil gebeuren. Dus dat ga ik sowieso een keer doen. Deze week wel, anders volgende week een keer. Ook heel even instaan, dus dat soort dingen, weet je wel. Ja. En voor alle duidelijkheid, het spat weer vandaag. Zelfs, het is wel te merken. Ik heb een stoere winterjas aan. Mijn T-stabbroek is kapot. Een balekje waarvan ik een Kiko gooit. Heeft heel veel gekost. Ja, dan heb ik het. Hey. Even wat wachten. Wachtwagen naar rijden. En het is best wel warm eigenlijk. Dus ik ga lekker naar de groep toe. Kamer schoonmaken, stofzuigen. Daar kan Fiesta zijn of iets. Hoi. Dat was goed, ja. Dat is een goede serie, guys. En we zijn onderweg naar de groep. Even rusten. Een zonnetje, lekker een zonnetje te staan. Ik heb een soort autorijles. Mensen die wel dun worden erin. Dus eigenlijk vind ik zonnetje wel echt warm met die man. Hey,
toch gevassen. Ja, net weg. Dat is het grappig van gewoon kennen. Moet van kennen, sorry. Een beetje humor, een beetje grappig erin, dat is dan gelijk toch gedaan. Volgens mij denk ik, hé, je vlog niet zo van Mark en Davy, klopt, dat is lang geleden. Maar ik heb een vriendin momenteel, ik ben heel druk met werk. En ze mag ook niet weer coronatijd. En we hebben een eigen YouTube kanaal, dus ik wil sowieso een keer met opnemen, kijken wanneer. Maar momenteel kan het even niet, dus dat soort dingen. Dat ook een beetje. Davy is een mevrouw, een winterjas. Hij komt een bruin oven erom, en een Duitse jongen aan. Maar hier fietsen meneer. Hij. Nou, dat soort dingen, weet je, dat is gewoon mooi. Dat dingen gaan bestaan. Ik ken het wel heel goed dat het was. Ik zie sowieso vaker vloggen voor jullie. Vaker dinsdagmiddag. Ik heb een gesprek gehad met een psycholoog. Ga ik dus. Yo! Wat type. Nou, hè? Die jongen. Ja. Ik zeg mooi het gras in het gras in is buiten weg. Super net natuurlijk. In ieder geval, ik ben bekeken, luister naar bekeken zondag. Best een goede dienst gehad. Overmorgen een boer de vier de vlog bijwerken. Dat gebeurt. Het is nu 7:03, mooie tijd om in de groep te gaan. En ja. En dan ik gewoon zeggen aanmaken met de groep, ik eet met de groep. En dat soort dingen. Hoi. Ja, zo mooi. Ik heb dit is lang geleden. Ik heb Vuistje Toud, Miranda Bos, topvlogger, ook oude huisgenoot. Dave Ruitkamp, ook superleuk. Superleuk kanaal. Groot inzocht. Ik ben best van haar ooit. Hij is een knol. En als laatste. Ik ben natuurlijk om een positief zo te blijven. Dat is één de laatste. Amy is wel, ook super leuk kanaal. Leuk en aanwezig, volgens allemaal. En ja, geniet ervan. Ik ben bij het groep, dus ik zie jullie later weer. Tot zometeen. Goedemiddag allemaal. Het is nu 4:15. Even niet gezocht, sinds dinsdag niet meer. Gisteren druk was in mijn kamer. En wel druk met mijn ouders. En de tapas eten super lekker. Super genoten ervan. Goeie avond allemaal, goedemiddag, welkom allemaal. Het is nu 4:15, het is vandaag. Zondag 12 november 2020. Ik heb mijn ringen weer om, vanavond gaan we aangekleed worden. Super zin in, mijn broer komt om 7:00 op de vlog. Goed, we aanknippen, het gaat nodig. Kijk, een stakkapsel, een doppie. Gaan we vinden hem ook een kamp vinden en helemaal goed, is dat. Ja. Ik heb een wasje doen, doorgebeuren en zie je later. Zo. Leuk gewerkt, noodgedopt, dierenzorg, maas, koningsgevoerd en een beetje de dieren even nagekeken en zo was prima dagje en schoongemaakt. Ja. Mensen, wacht erop bij, ik al 9 maanden hier. Dat was gewoon super tof, maar toch even wat iets minder fijn, iets minder leuk. Laat zien, daar wordt ook allemaal bij. Maar mag de plan niet drukken, want ik ga vanavond kappen, tenminste mijn broer. Gaan we knippen. Er is super zin in, maar het is echt gewoon. Ik kan niks mee in gel, maar even mijn vriendin wil graag dat ik een pet doe. Dus ik ga sowieso, als haar geknipt is, weer een pet doen. Moet ook gewoon gebeuren. We gaan eens lekker eten met de groep. We hebben medicijnen ingenomen. Ik heb een badje erin zitten. Als wind. Verder. Ik heb heel goed slaap vannacht. En ja, het bed ziet er goed uit. Dus dat. Ja, dat wil ik even zeggen. En ik voel me voor jezelf oké. Mensen, mijn broer komt zo zijn net lekker gegeten met de groep. Ik heb brood gesmeerd. Ik ga even het laten zien. Hier paraat. Dit lampje aan zetten. Dit is hier paraat. Hier gaan we mijn haren mee eens knippen en scheren. Super tof. Afwas wil ik even doen. Helemaal goed. Top. Schema. Zet hem netjes uit. Ja. Toppie. Ik ga meteen weer samen met mijn broer samen met de vlog. Super zin in, ik heb een leuke trui aan. Ik heb mijn schuim gegeven omdat ik een mooie trui aan had. En we hebben net goed gesprek gehad. We hebben gegeten, het groep, lekker de zang gegeten. Helemaal toppie. Tot zo. Dan allemaal. We zijn weer. Stefanovic.
mijn bro. Hij heeft een gaaf truitje aan. Hij is heel gaaf aan het maken. Ik heb een lekker haar weer, lekker kort. Hij gaat zo mijn haar uitzetten. Voor het eerst heb ik er geen streep in. Dan zeg ik weer premier. Kijk daar, er staat de Xbox. Dan gaan we lekker FIFA 21 spelen. Daar heeft een trui. Die trui ga ik zo meteen aandoen. En dat is veel te koud, t-shirt. Leuke dag gehad verder. Lekker gegeten. Aan het toppie. Mijn broer is er nou. De sfeer is relaxed. We zijn allebei relaxed. Zeker. Ja? Ja, zeker. Nee. Ik heb mijn baas ook een lekker strak. Oh jongens, kijk hoe strak ik ben. Niet normaal. Ik ben heel benieuwd wat mijn broer mij voor een kapsel gaat geven. Dit is ook een cool verloopje, toch? We gaan zien mensen. Het is net zo'n kapsel als Piotr heeft. Dus gaat zien. Ik ga zo meteen mijn haar zeggen. Ik zal uit de zo het resultaat zien. Tot zo meteen. Haar het geld worden. Ik hou het er gewoon zo vast van wat het kan. Dat is een woord. Sowieso. Tot zo meteen mensen. Doe ik even zien. En joh.